kinky feestjes of in de echtelijke slaapkamer kun je natuurlijk niet meer aankomen met sexy fashion die zo 2011 is. Met welke outfit krijg je bij je partner niet alleen de bloeddruk omhoog, maar ook de rest? Aan tafel twee ontwerpers die alles weten over de allerlaatste trends, waaronder een jurk die doorzichtig wordt als de draagster opgewonden raakt. Daan Rozengaarde en Brigitte Moore, welkom. Dankjewel. Zeg Daan, jij hebt een hele bijzondere jurk, de Intimacy 2.0. Ja, dankjewel. Vertel eventjes, wat is het precies voor ontwerp? Studio Rozengaarde is een lab eigenlijk voor kunst- en techniekprojecten. We werken aan een serie van dat soort interactieve designs. Ja. En het meest recente is inderdaad Intimacy, met het idee om eigenlijk technologie en intimiteit met elkaar te verbinden. Dus jurken die maken, die eigenlijk op basis van hoe intiem je ermee bent, meer of minder transparant worden. Ja. Dus als je dan geil wordt, wordt dat ding doorzichtig. Bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat dat ook de rol is van zo'n ontwerp om te prikkelen en na te denken van nou, wat kunnen we er allemaal mee met die rare tech en met die rare mode natuurlijk. Ja, maar Brigitte, daar ben jij een beetje voor verantwoordelijk of raar. Nou ja, het is in ieder geval latex fetish haute couture. Ja. Ja. Wat betaal ik nou voor zo'n outfitje? Deze zit wel rond €800 ongeveer. €800, ja. Dus niet goedkoop. Nee. Dankjewel. Want ik kan me zo voorstellen dat de jurk van jou helemaal expensive is. Met alle rare nieuwe dingen die eraan zitten. Wat betaal je voor de Intimacy 2.0? De Intimacy 2.0 is voor musea only. Maar we zijn met de 3.0 bezig. We hebben een aantal mensen die dat ding willen hebben. Ja. Dat gaat voor de prijs van een goede BMW de deur uit. Zo duur. Ja. Ja, nee, maar het is iets waard. Weet je, dat is de rol van de ontwerper, om iets te maken wat dan niet bestaat. Ja. Hè, wat technopoëzie uitlokt. En dan is het waard wat wij bepalen. En wat voor mensen moet ik eraan denken dan? Die hebben gebeld om jouw jurk? Heel divers. Wat we heel erg merken is de West Coast, de Los Angeles. Gewoon de mensen die iets op de rode loper willen hebben. We zijn ook bezig met een versie, heel tof. Dat als je draagt op de rode loper, dat op basis van de flitsen van de fotografen, dat daardoor de jurk transparant wordt. Jeetje. Dan krijg je een raar soort spel van co-controle. Aan de ene kant toon jezelf naakt en dat vind je wel of niet prettig. Maar aan de andere kant worden er wel meer en meer foto's van je gemaakt. Dus naarmate er geflitst wordt, verdwijnt er meer jurk. Ja, en ik denk dat soort co-controle, dat vind ik als kunstenaar heel erg spannend. En hoe kan je een soort intimiteit uitlokken in een tijdperk zoals nu? En tech is daar een geweldige, en mode is daar een geweldige tool voor. Maar de Intimacy 2.0, die is hier. En naarmate zij dus opgewonder raakt, gaat hij meer flikkeren en wordt ze dus met meer... model Lara. Model Lara, hier is ze! Wauw! Jeetje, Mina! Wat je dus ziet, onderstuk is een beetje zwart leer, hè, dat het nog draagbaar is. En de bovenkant zie je een soort van ademen in transparantie, hè, als je goed oplet. Dus je gaat van zwart naar transparant. Ja. Een soort elektronisch papier eigenlijk, wat op een minuscuul, ik zal niet te technisch worden hoor, nee, maar op een soort minuscuul niveau eigenlijk van richting verandert. Ja, dus, en dat is wat je ziet. En dus naarmate dat je hartslag sneller gaat, zal dat ding sneller gaan flikkeren. Ja. Dus misschien moet ik iets dan bedenken waardoor de hartslag heel snel doe je ding, zou gaan. Zou ik zeggen. Ja? Ik heb bijvoorbeeld een cadeautje waar iedere vrouw wel, iets heter van wordt. Okay. Hier is Manuel Broekman. Oh. En nu is het dus die bedoeling dat die jurk heel snel gaat flikkeren. Ja! Manuel, en dat is het enige wat je ervoor hoeft te doen, binnen te komen. Ja. Wat een gek zeg. Nou, ga lekker af, je neemt hem mee naar huis. Wilde zijn. En, bedankt voor de nieuwe trends. We hebben er wat van opgestoken, Rob. Heel apart. Zo is het maar net. Okay. Bij spuiten en slikken doen wij niet kinderachtig over drugsgebruik.